Ik ben hier bij een cateringbedrijf Delibert. Ik zie allemaal volle lunchboxen aan de muur, maar ik zie voor de rest een lege keuken. Dus ik ben op zoek naar Bert de Lange, eigenaar. Ik ben heel benieuwd hoe het met hem gaat in deze coronatijd. Bert, jij ging als een tierenlier, toen werd het maart, toen kwam die corona. Wat gebeurde er bij jou? Toen lag het bedrijf plat van de prognose. En de komende maand die erop zou volgen zou 25-30% weer groei zijn. Wat we ook in januari en februari hebben gerealiseerd. Ja, en de stekker werd eruit getrokken. En dat was gewoon echt even een knock-out. Wat wij de afgelopen periode wel hebben gedaan sinds de stilte is, we hebben eerst een maand gewoon echt niks gedaan. Gewoon nadenken, waar wil ik mee bezig zijn? Ook de komende periode, omdat na deze periode komt er toch een andere of nieuwe periode, zoals ze dat noemen. En wij hebben heel veel ingezet op marketingstrategie. Daarnaast zijn wij echt ontbijtpakketten op gaan starten. Wat nog niet in het assortiment was. Dus al met al zijn wij wel ons webwinkel verder aan het opbouwen. Om te zorgen dat we een bredere pakket kunnen leveren aan een markt die toch ook op gaat starten, maar die in een afgeslankte vorm verder gaat. Of ik nog iets wil zeggen tegen de achterban van MKB. Ik zou zeggen, maak een pas op je plaats, hoe vervelend, hoe frustrerend het ook is. En investeer vooral in de toekomst. Dat je goed doet om je gedachten op een rij te zetten en een nieuw pad uit moet gaan zetten, zakelijk gezien, voor je bedrijf, voor je medewerkers, dat je weer visie kan creëren. Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar het begint met rust. Dus ik zou zeggen, pak een kop koffie, ga Netflixen en ontspan vooral. Goed Bert, ik wil je hartelijk danken voor dit leuke gesprek. Fijn om te zien dat het goed met je gaat, dat je goed nadenkt over de toekomst. Ik heb nog een kleinigheidje voor je meegenomen, die ga ik je op gepaste afstand overhandigen. Ja, dankjewel. Er zit een leuke borrelbox in. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Dankjewel.